Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Stefanie Sewotaruno. Zij heeft van 1 tot en met 8 oktober doorgebracht in Zuid-Afrika bij het Vrijstaat Kunstenfeest, zoals dat heet. Van huis uit heeft zij een voorliefde voor het schrijven van gedichten. En vandaag babbelen we met haar over niet alleen maar haar talent, haar passie, het gedichten schrijven, maar natuurlijk ook het feit dat ze heeft meegedaan aan een internationaal kunstenfeest, zoals dat heet. Stefanie, goeiedag, welkom erbij. Hi, Adet, dankjewel dat jullie me hebben uitgenodigd. Ja, ik vind het bijzonder, want ik wist helemaal niet dat dit allemaal gaande was. Maar jij hebt dus een bepaalde voorliefde voor gedichten schrijven. Waar komt dat vandaan? Wel, het klinkt wel super cliché, maar vroeger was ik altijd heel veel aan het lezen. En dacht van, oké, als er iets gebeurde, schreef ik ook in mijn dagboek. En zo is het allemaal een beetje gaan rollen in uiteindelijk gedichten schrijven. En daar heb ik gemerkt dat ik daar best veel van hou en toch wel comfortabel mee ben. En ja, dat doe ik nog steeds. Dus. Ja, oké, maar dat doe je dus eigenlijk als hobby? Wel mix. In Suriname is het wel een beetje uitdagend om voltijds dichter te zijn. Ja. Vanwege het financieel aspect. Ja. Hopelijk komt daar verandering in. Maar ik doe dus dan deeltijds en dan natuurlijk doe ik ook iets anders. Ja. Oké, publiceer je je werk ook? Ik ben wel gepubliceerd in bundels. Dus gezamenlijke bundels met andere schrijvers en dichters. Maar ik heb nog een solo bundel en daar werk ik op dit moment nog aan. Dus hopelijk in de komende jaren kan ik een uitnodiging naar jullie sturen. Alles op zijn tijd. Hè? Dingen moeten groeien en repen totdat de tijd daar is. Zeker. Maar ik vind het heel bijzonder dat jij dus van 1 tot 8 oktober in Zuid-Afrika bent geweest. Dus hoe ben je daar beland eigenlijk? Wel, de organisatie zocht naar dichters van de verschillende landen. En ik ben dan voorgedragen. Na een gesprek ben ik voorgedragen. En toen hebben zij mijn profiel gescreend. Zijn ze op zoek gegaan naar mijn werk online. Een van de projectmedewerkers daar zei heel grappig: ja, ik heb iedereen in deze groep echt gestalkt op hun social media en overal online om te kijken wat jullie allemaal hebben gedaan. En nadat ze zagen van, oké, deze mensen kunnen we uitnodigen, hebben ze me een uitnodiging gestuurd. Eerst, ik was helemaal vergeten, want dit traject was al heel lang gaande. Maar plotseling, een jaar later, of misschien een half jaar later, vond ik een berichtje en ik dacht van oké, is dit spam of is dit geen spam? Maar toen zag ik dat het de echte uitnodiging was. Okay. Ja, zo is het begonnen. Wel bijzonder. Heb je Suriname vertegenwoordigd? Of is het individuele deelname? Ik vind dat ik altijd Suriname op een of andere manier vertegenwoordig. Maar ik was verdeeld van verschillende panels daar. Yeah. En ik moet wel zeggen dat ik natuurlijk mezelf als schrijver, dat mijn meningen wel de benen zijn, maar uiteindelijk doe ik wel mijn best om mijn land zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen. Ja, oké. Elke activiteit. Heel mooi, heel mooi. Vertel wat je indruk was van het festival zelf. Korte vraag voordat je die vraag beantwoordt. Alle deelnemers die mee hebben gedaan aan het kunstenfeest, was dat voor in de Nederlandse taal of mochten er ook andere talen toegelaten worden? De reden waarom de participanten waren gekozen voor dit project was omdat wij eigenlijk allemaal Nederland een soort van in common hebben. Dat we allemaal een soort Nederlands praten. Bijvoorbeeld in Vlaanderen praat men toch wel een soort Nederlands dialect, als ik dat goed heb. Ja. In Suriname, want ons Nederland is wel echt Nederlands, met natuurlijk Surinaamse tinten. In Zuid-Afrika spreken ze Afrikaans. Zij noemen het Afrikaans. En hun Afrikaans is soort van gebaseerd op Nederlands. Volgens mijn observatie is Afrikaans een soort van Sranantongo, maar hoe Sranantongo echt hevig gebaseerd is op Engels, is Afrikaans, zoals ze hun taal noemen, hevig gebaseerd op Nederlands. Okay. Dus zij spreken Afrikaans en afhankelijk van welk stad ze zijn, verschilt hun Afrikaans ook. Afhankelijk met de invloeden van de verschillende dialecten daar. Ja. Dus dat was het gezamenlijk punt. Dat was het common leuk, ground. Leuk. Kon je ze verstaan?
Er zijn twee elementen, want we hebben heel veel hierover gesproken. Ja. Spaans verstaan is op zich niet zo moeilijk, maar omdat ze ook heel snel praten, maakt dat het uitdagend. Maar na 2 of 3 dagen kon ik wel Afrikaanse gesprekken volgen en Ja. natuurlijk antwoorden in Ja. Het is wel toon van het bijzonder Nederlands. eigenlijk, die taalontwikkeling daar. Je staat er niet bij stil, maar het is echt heel mooi hoe dat gegaan is. Maar goed, vertel een beetje over het festival. Het was 1 tot 8 oktober, dus het waren toch wel 8 dagen. Het is best lang eigenlijk. Wat was er allemaal te doen? Waar heb jij jouw bijdrage kunnen leveren? Ja, dus wij hadden van 1 tot 8 oktober, en ik ga jullie het programma hier wijzen, dus een super vol programma. Ik was kapot moe gedurende die week. Maar natuurlijk, als je zo ver gaat, wil je dan niet de hele dag in de kamer slapen natuurlijk. Dus we hebben zoveel als mogelijk gedaan. We hebben daar verschillende workshops met elkaar gedaan. Een van mijn favoriete workshops is hoe wij door middel van beweging dan kunnen dat kunnen gebruiken bij het schrijven. Een ander workshop is hoe wij door middel van ademhaling verschillende emoties kunnen oproepen, zodat we dat kunnen gebruiken bij het schrijven. Maar gaandeweg, begin van het jaar, ergens april, zijn we gestart met online meetings, waardoor we hoe we kennis met elkaar kunnen maken. En dan toen hebben we verschillende subprojectjes geïnitieerd. En toen vroeg de organisatie ook, oké, hebben jullie enig idee wat jullie willen doen? Is er iets speciaals wat jullie daar willen, hier komen willen presenteren? En ik had zo'n idee van, ik heb altijd een soort van, ik zou niet zeggen jaloezie, maar ik was altijd een beetje jaloers op beeldende kunst. Omdat mensen een schilderij zien en binnen een fractie van een seconde kunnen besluiten van, oké, dit vind ik mooi, dit vind ik niet mooi, dit trekt me aan. Maar met gedichten en verhalen moet de mens nog een boek aanschaffen, een boek kopen, tijd maken om echt te gaan lezen en te begrijpen. En dus ik heb voorgesteld, kunnen we misschien werken met kunstenaars, met beeldende, met visual artists. En dat ze misschien dan op basis van een van onze werken dan een kunstwerk creëren. En dat vonden ze interessant. En dat was een van de projecten die we daar hebben opgeleverd. Er was een hele kunstexpo daar op dag 1. En ja, ik ben daar wel trots op dat er een schilderij, wel geen schilderij, want het is mijn artiest, heeft gewerkt met potlood. Heel erg fijn detailwerk heeft ze gedaan, heel mooi. En ja, dat hangt nu ergens daar in de bloemfontein en dat vind ik toch wel speciaal. Wauw, zeker weten. Very nice. Heel erg mooi. Heb je ook je werk kunnen presenteren? Dus je eigen gedichten? Ja, zeker. Ja. Er was een poëzieavond. En daar kon ik dan poëzie voordragen. En een van de mensen daar gaf me als advies dat het toch wel bijzonder zou zijn als ik iets zou doen. Want we spraken al over hoe we in elkaar zitten, waarover schrijven, wat onze specialisaties zijn. En ik schrijf in verschillende talen. Ik schrijf in Nederlands en ook in het Javaans. Want ik ben natuurlijk van Japans achtergrond en ik gebruik heel veel culturele elementen. Ik schrijf ook in het Japans. En een van de participanten zei daar, ik denk dat mensen het hier heel erg op prijs zouden stellen en het ook heel erg bijzonder zou vinden als je bijvoorbeeld iets in het Japans doet. En de kracht die dan komt uit je woorden als je iets in een andere taal presenteert. Want als je iets in het Nederlands doet en iets in het Japans doet of Engels doet of Sanatoga doet, ze hebben allemaal hun eigen kracht. Dat is zo bijzonder aan taal. Dus ik heb iets in het Javaans gedaan, met daarna de Javaans, met de Nederlandse vertaling. En ik heb gemerkt dat mensen toch wel, natuurlijk konden ze het Javaans niet verstaan, maar ik heb wel gemerkt dat ze een zekere kracht erin zagen. En veel van de andere performers die avond hebben ook in hun eigen taal, van hun eigen community. Bijvoorbeeld, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de Soto stammen. De Soto communities bijvoorbeeld. Dus ik kan ook niet verstaan wat ze hebben gepresenteerd. Maar je voelt hun kracht en je voelt wat ze zeggen. Dus, en dat vind ik zo bijzonder aan poëzie. Zeker hoor. Ja, ik kan me voorstellen. Ik beeld het me zo in. En ik denk, wauw, dat moet een geweldige ervaring zijn geweest. Maar
Voordat we afronden, Stefanie, zou je voor ons nu een van jouw gedichten willen voordragen? Je mag zelf besluiten welke je wil. Ik heb niet voorbereid, maar ik kan heel Oh, snel. dat is niet nodig bij jou, ik weet het zeker. Alright. Ik zal eentje hier doen. Ik pak hem. Wel, ik schrijf veel over identiteit en natuurlijk mijn Surinaamse identiteit. Ik denk dat veel Surinamers daarmee op een of in bepaalde mate mee te kampen hebben vanwege onze Gemengde geschiedenis. achtergrond, ja. Ja, en dit is door veel gevlochten volk. Verwikkeld, verstrengeld. Suriname, laten we kijken naar onszelf. Wat is onze kracht? Wij zijn een volk, verweven en verwoven door elkaar. Door veel gevlochten, verleden en heden, gemixt taalculturen eten, al ons doen en laten. Het zij in meer of mindere mate, we zijn een mix, constant beïnvloed door elkaar. En verwikkeld betekent niet ingewikkeld, althans niet te. Laten wij het juiste sleutelwoord vinden om al onze harten open te gooien, al onze stinkende wonden te helen. Tijd kan niet alles. Wij kunnen alles. Samen één koers varen, dat verdienen we, Suriname. Dat verdienen we na alle pijnlijke, moeilijke jaren. Surinamers, we zijn verwikkeld, verstrengeld, een door veel gevlochten volk. We passen nergens anders dan hier. Hier samen. Samen, Suriname. Wauw, heel mooi. Die hebben we wel geraakt, hè? I like, we passen nergens anders dan hier. Dat zou mijn quote zijn uit dit gedicht. Dat voel ik Very al nice. heel lang in mijn hart. Ja. En ik denk dat we dat toch allemaal voelen. Want als wij op vakantie gaan of als we naar het buitenland gaan voor studie. En als we praten met mensen die zich nu in het buitenland vertoeven. Je merkt toch wel een rode draad. En Ja. dat is toch wel hunkeren om gewoon terug naar Suriname te komen als dat kon. Want de meeste mensen gaan weg vanwege de financiële redenen en Ja. de economische redenen. Dus ja, je merkt toch dat we eigenlijk alleen uiteindelijk hier passen. Very nice. Very nice. Ik ben blij dat je gevraagd hebt om dit te doen. Dankjewel. Dankjewel voor de Dankjewel, dankjewel, uitnodiging. dankjewel. Stefanie, wat is je volgende project waar je aan gaat werken? Je blijft, neem ik aan, gewoon doorschrijven. Ja, Maar heb je zeker. een challenge die op je bord ligt voor de komende tijd? Ja, dus nu ben ik nog gedichten aan het schrijven voor mijn komende bundel. En daarna zal ik mijn manuscript dan laten reviewen. Ja, En dan het hele proces dan dat is ook verder een laten gaan. Maar bijzondere zoals ik zei, alles op ervaring, zijn ja. tijd. En wie weet dat ik nog het een en ander moet neerpennen Ja, voor mijn eerste gedichtenbundel. oké. Nou, we houden ons aanbevolen om ons te laten weten wanneer het zover is. Thank you very much. Thank Ja, you. succes met het schrijven en we kijken er naar uit. Zeker. Is goed. Bye. Bye-bye. Dat was een leuk gesprekje met Stefanie Sewotaruno. Zij was van 1 tot 8 oktober in Zuid-Afrika op het Vrijstaat Kunstenfeest. En zij heeft daar haar werk mogen delen met een heleboel andere mensen van de wereld. En heeft Suriname hopelijk ongetwijfeld een goede beurt laten maken met haar dicht talent. Zoals Stefanie zelf vertelde, is ze bezig te werken aan haar eerste bundel. Dus wie weet, over enkele maanden of jaren mogen we ook op een andere manier genieten van het werk van Stefanie. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.